Hey, hallo, Tom hier. Voordat we beginnen met de aflevering van deze week. Als je elke week met veel plezier luistert, dan zouden wij het heel tof vinden als je eventjes een korte reactie zou willen achterlaten op Apple Podcast. Dat kun je doen door een korte review te schrijven en door wat sterren achter te laten. Op die manier hopen wij meer mensen te bereiken en zo kunnen wij deze podcast hopelijk nog lang blijven maken. Dankjewel alvast voor de moeite en dan gaan we nu beginnen met de show van deze week. Veel plezier. Voor veel mensen is het heerlijk om je te ergeren. Afschuwelijk diep trouwens. En dan tegen uw partner op de bank te zeggen, wat is het toch een ongelofelijke star. He? Heerlijk ergeren. Het verlossen, awesome. Kunt u mij horen? Ik moest wel lachen. Het is gemaakt door Thijs Kuilman. Die heeft een Maarten van Rossum bingo gemaakt. Hemel. En hij zegt van, er zijn verschillende uitspraken van, het is ontstaan in een groepje op internet. En ze zegt, Maarten heeft verschillende opmerkingen die steeds terugkomen. En hebben ze op een bingo kaart gezet. Dus ja. mensen die nu luisteren, die kunnen dit online vinden. We zullen de link in. Die moeten dat aankruisen of zo. Ja, noem er eens een. Welke denk je dat erop staat? Ik heb geen flauw idee dat een groot deel van de mensheid krankzinnig is waarschijnlijk. Ja, die staat erop. Even kijken. Lollig, schijn je vaak te zeggen. Lees eens iets. Ja, dat zeg ik met enige regelmaat, omdat mijn indruk is dat vooral de gebruikers van de sociale media net licht gealfabetiseerd zijn en de sociale media nog wel kunnen volgen, maar verder daar ook helemaal niets lezen. Nee, exact. Dus, of het moest zijn de vooroordelen van elkaar. Ja, niet waar. Dat ga je ook vaak te zeggen. Daar ben ik me totaal niet van bewust, dat is een stopwoord. Ja, stelletje halve garen. Nou ja, goed. Ja, dat komt veel voor. Ja, in mijn leven lang ben ik verbaasd geweest over hoe ongelooflijk stomzinnig de mensheid zich vaak gedraagt. Ja, ja. Oh, ja, deze is ook wel leuk. Maar nu begin ik af te dwalen. Die staat er ook op. Ja, dat is een onherstelbare neiging waar ik last van heb. En dat kan heel simpel verklaard worden. Ik spreek zonder papier, dus ik spreek uit mijn hoofd. Dus dat mijn hoofd werkt terwijl ik spreek. Ja. Sprekers die papier gebruiken, die kijken vooral op dat papier. Eigenlijk lezen ze voor, maar dat wordt een beetje opgesierd. Maar omdat ik mijn hoofd gebruik terwijl ik spreek, mijn hoofd is in full swing, om het maar even eens in het Nederlands te zeggen, werk ik ook met associaties. Die associaties die komen tevoorschijn terwijl je bezig bent je hersens te gebruiken. Ja. En dat leidt tot het feit dat je afdwaalt, dat je plots denkt, god, dat is toch enorm interessant dat al die Volvo's, dat die altijd dezelfde type van achterlicht hebben. Hè? Kennelijk zijn ze daar enorm op gesteld. Wat hogere plaat. Nou, dit is het probleem. Maar dat heeft dus twee kanten. Namelijk, ten eerste denk ik dat het veel makkelijker is om te luisteren naar een spreker die uit zijn hoofd spreekt. Die dus, laten we zeggen, de natuurlijke rommel die uit je mond komt naar voren brengt. Dan iemand die in staccato tempo iets voorleest. Hè? Vergeet niet dat het voorlezen van kinderen heeft natuurlijk tot doel om die kinderen, laten we zeggen, op de hoogte te brengen van de fantastische literatuur die de westerse mensheid heeft geproduceerd. Maar eigenlijk gaat het over heel iets anders. Het gaat natuurlijk om ze zo snel mogelijk in slaap te krijgen. Hè? Dat is het effect van voorlezen. En je weet dat sprekers die voorlezen, dat is een ramp. Hè? Je zou eigenlijk bij allerlei congressen en dat soort van dingen zou je moeten verbieden dat daar voorgelezen wordt. Dat ben ik met je eens. Ja, maar het is niet levendig. Het is altijd een beetje een dode boel. Ik zwijg nog van iemand die van papier iets voorleest en tegelijkertijd die vreselijke plaatjes projecteert van, hoe heet dat ook alweer, dat Microsoft-programma? PowerPoint. PowerPoint. Dat zou je sowieso moeten verbieden. Dus ik heb nu al een hele belangrijke boodschap geformuleerd voor mensen die avondjes organiseren of fora of dat soort van dingen. Als u de sprekers uitnodigt, dan stelt u twee dwingende eisen. Namelijk A, u spreekt uit het hoofd. U mag wel een paar punten op papier zetten, maar die willen we dan wel even zien. En B, u gebruikt geen PowerPoint. En u probeert toch een soort interactie met de zaal te ontwikkelen. Dan kom je al heel eind. En nodig in godsnaam niet te veel sprekers uit. Meneer Van Rossum, we hebben zo'n leuk forum, zitten 7 mensen in. Hoeveel tijd is het ter beschikking voor het forum? 5 kwartier.
Nou, reken maar uit. Er is ook nog een presentator. Die wil ook zijn zegje doen. Niet waar? Voor en na. En dan, nou ja, dan heb je, ga je dus voor 7 minuten spreken. Reis je naar Groningen op en neer. Ja, dat doe ik dus niet meer. Ja, dan word je natuurlijk voor arrogant versleten. Maar het is natuurlijk gekke werk om bijna 5 uur in de auto te gaan zitten. Om 7 minuten iets te mogen zeggen. Doe je dat nog veel, dat soort dingen in het nou, land? Nou ja, het afgelopen jaar natuurlijk helemaal niet. Maar ik hoop wel dat het zich weer herstelt. Maar ik doe natuurlijk veel liever dingen in het theater, want daar ben ik altijd aan het woord. Dat is het fijne. Ja. En overigens mag het publiek best iets roepen of een vinger opsteken en een vraag stellen. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Maar nee, die fora, dat is iets verschrikkelijks. Is het toch ook zo dat gaat jouw vrouw altijd mee als je in het theater staat? Ah, oké. Ik dacht dat jouw vrouw dus meeging om dan te zeggen, Maarten, nu is de tijd op, nu moet je stoppen. Of? Nee, wel is het zo dat als ik vertrek, dat ze vaak zegt, denk erom, maak het niet te lang. En dan denk ik altijd, ja, dat is verstandig, denk erom, maak het niet te lang. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan verlies ik vaak alle begrip van tijd. En voordat je pap gezegd hebt, ik heb wel eens in zo'n theater. Ik was denk ik al ruim 2 uur bezig of zo. Toen, in principe krijg je aan het eind van de voorstellingen, bieden ze een bosje bloemen aan. Oh ja, of een fles wijn. Ja, een fles wijn door een jonge vrouw aangeboden. En op men denkt, god, er staat al iemand in de coulissen. Wat is dat voor iets geks? Met bloemetjes. En het duurde nog zeker 5 minuten voordat ik begreep dat dit een signaal was van het theater dat de gelul nou maar eens afgelopen zou moeten zijn. Nou ja. Ja, ze stond er al ook een half uur of zo. Nou, wat dat betreft zijn... Normaal in het theater is geloof ik 90 minuten als ik het wel heb. Maar ja, dat lukt bij mij nooit. Het is een vrije aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ze hebben ervoor betaald. Maar ze krijgen wel ook een flinke dosis voor Rossum. Ja, en ze kunnen altijd opstaan als het ook niet dat, dat zeg ik ook vaak. Als u naar de wc moet, het zijn vaak wat oudere mensen dan. Zorg wel dat u aan de buitenkant zit, zodat u niet al die rijen door moet. Dat is enorm onhandig. En vanzelfsprekend, zeker in allerlei delen van het land waar de laatste bus al om 9:55 gaat, ja, dan mogen ze van mij best weg. Ja, nou goed, de bingo-kaart is ook digitaal en daar kun je dus op klikken. Dat heeft die Thijs Kuilman gemaakt en dan kun je dus meteen het afvinken. Even kijken, we hadden een paar correcties en aanvullingen. We hadden het de vorige keer over de VVD'er die bij DSB lange tijd, of niet eens zo lange tijd, maar in ieder geval daar eventjes wat gedaan heeft. Daar kwamen we niet op. Maar dat is, dank aan iedereen die dat heeft ingestuurd, Frank de Graven. Zo is het, Frank de Graven. Nog steeds een compliment voor Frank de Graven, die na enkele weken had gezien, hier wil ik helemaal niets mee te maken hebben met dit unieke verdienmodel. Nee, tussen... En dat had hij goed gezien. Ja, hij was daar de financiële topman, hè, de CFO. Ja, en het zie het zal hem niet dat hij dat niet heeft gerealiseerd. Of misschien heeft hij het gerealiseerd, maar ja, het was natuurlijk makkelijk verdienen. Ja. Tussen 15 maart en 18 mei 2009 heeft hij daar gewerkt. Dus hij is snel weggegaan. En er werd ook nog gerefereerd aan, hij werd altijd bij kopspijkers nagedaan. En dan riep hij altijd, nobody fucks with Frank de Graven. Dat was... Ja, dat is nou weer niet zo verstandig natuurlijk. Ja. Ja. Nou, leuk. Even kijken naar een ander dingetje. Dat ging over de warp speeds. We hebben het over het ruimtereizen gehad en toen noemde jij de warp speed en jij koppelde dat aan Star Wars. Maar er waren verschillende mensen zoals Fons en het lamme zwerfpaard. Dat is een, denk ik een... Ja, dat ken ik niet iemand die last heeft van warp speed. Nee, maar die zei dat is niet... warp speed is bij Star Trek en de hyperspace is bij Star Wars. Nou ja, laten we dan samenvatten. Het is allebei pure flauwekul. En dit soort van laten we zeggen, gereis tussen de sterren, dat is gewoon volstrekte onzin. Ja. En dan willen mensen ook weten of die Bram Douwes in het echt ook zo irritant is. Oh, ik vond hem helemaal niet zo irritant. Okay. Oh, een hele levendige jongen. En bovendien speelde hij het prima. Ja, maar er is veel kritiek op. Ja, dat is vaak bij nieuwe deelnemers, zal ik maar zeggen. Je moet dat even afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Nee, ik meen dat tijd die Emma Wortelboer, nou die kon hij goed doen. En toen ze de 5 of 6 keer had gezeten, toen was iedereen ineens heel content met Emma Wortel. Je ziet dat mensen moeten wennen aan andere mensen. En zeker als die een beetje uitgesproken optreden, dan moeten ze eraan wennen. Dat zal denk ik bij Bram precies zo zijn. Ja. Bovendien, ja, ik zeg het nog maar een keer en eigenlijk hoor je dat niet te zeggen als deelnemer aan een programma. Maar u hoeft helemaal niet te kijken.
Niemand dwingt u om te kijken. Ik kom niet bij u bellen aan de voordeur om te zeggen dat u per se moet kijken. Nee, u kunt het zo uitzetten en dan kunt u allerlei andere rommel op de televisie bekijken. Ja. U kunt bijvoorbeeld gaan kijken naar het handboogschieten. Hè? Of het fietsen van op een dwergfietsje. Dat zijn allemaal hartstikke leuke dingen. Dus ja, ik begrijp wat dat betreft niets van de sociale media. Waar ze niet voortdurend bezig zijn te kankeren op de televisie. Terwijl, nogmaals, we leven in een vrij land. Niemand hoeft naar de tv te kijken. Sterker nog, ik heb een tip voor u. Als u geestelijk gezond door de wereld moet, doe uw televisie weg. Echt waar, het helpt. Het helpt echt. Ja. Het is een heel aardig boek. Ik ben nou even de titel vergeten. Dat je op moet houden met het nieuws zo ziekelijk te volgen. Omdat veel mensen daar depressief van worden. Wat ook heel begrijpelijk is. Hè? Het is altijd negatief. Maar nogmaals, u hoeft dus helemaal niet naar Bram Douwers te kijken. Nee. Niemand dwingt u daartoe. Nee, mensen. Iets anders is dat ik een sterk vermoeden heb dat voor veel mensen is het heerlijk om je te ergeren. Afschuwelijk, die Douwers. En dan tegen uw partner op de bank te zeggen, wat is het toch een ongelofelijke star. He? Heerlijk ergeren. Ze kijken om zich te ergeren. En natuurlijk ook vaak om zich beter te voelen. Knapper ja. te voelen. Ja. Hoe is het mogelijk hè, dat die Douwers niet weet hoe diep de oceaan is ter hoogte van de Galapagos-eilanden? Hoe is het mogelijk dat iemand dat niet weet? Dit ja. werk. Ja. Hij zou te hard praten, wordt er dan gezegd. Ja. Ik had er totaal geen last van. Nee, en hij zou Mark Marie laten schrikken. Nou, dat is erg. Mark Marie is geschrokken. Ik denk dat dat nogal meevalt bij Mark Marie. Ja. En hij is erg tevreden met zichzelf. Dat wordt ook gezegd. Ja, als je niet tevreden met jezelf bent, kun je beter niet aan de slimste mensen deelnemen. Nee. En bovendien wordt het feit dat hij erg tevreden is met zichzelf ongetwijfeld gezegd door mensen die zelf eigenlijk nog veel tevredener over zichzelf zijn. Namelijk omdat ze zichzelf beter voelen dan Bram Douwers. Ja, dat zou goed kunnen. En moeders de vrouw, dat is natuurlijk wat hij... Dat is voor heel aan mij gepasseerd, die observatie. Ja, dat zou hij zeggen. Nou ja, goed. Even kijken. Dinne Kops, die vraagt zich nog af, wat vind je in het algemeen van het niveau van de kandidaten die nu in dit seizoen, maar ook de afgelopen jaar hebben meegedaan? Ja, dat heb ik al vaak genoeg gezegd natuurlijk. Oh. Er zijn een aantal vrij bijzondere kandidaten die vaak ook gewonnen hebben. Die beschikken over een zeer brede kennis, bovendien een sterk associatievermogen. Niet al te zenuwachtig zijn, meestal al wel ervaring hebben met publieke optreden. Nou, die doen het allemaal geweldig. En er zijn natuurlijk hele zwakke punten. En dat ligt niet aan de personen zelf. Dat heeft vaak te weinig te maken met of ze intelligent zijn of zo. Maar dat ligt natuurlijk aan ons onderwijssysteem. Dat die mensen dus absoluut geen flauw idee hebben van topografie tegenwoordig. Ja, kennelijk is dat niet belangrijk op de lagere school of op de middelbare school. God mag het weten. Wij moesten allemaal van die rijtjes leren. Hoge zandsappen, meer Finster, Wolderbeerta. Ja, je hebt er geen zak aan, maar het is toch leuk dat je het weet natuurlijk. Dus dat, en nou ja, dan, dat is ook vaak, vind ik dan schokkend, de volstrekte onkunde ten aanzien van ons politieke bestel en van recente en iets langer geleden politieke ontwikkelingen. Hè, dat je echt denkt, nou ja, ik was laatst wel geschokt dat niemand Cenk Willink herkende op zo'n filmfragmentje. Dat je denkt, wat zouden die lui nou precies gedaan hebben? Hè? Weet ik veel, maar het is wel gek dat je dat... Nou, hij speelt geen actieve rol meer natuurlijk. Hij heeft nu wel laatst weer wat... Wacht nou even. Hij heeft wekenlang zich met die formatie bezig gehouden. Ja, dat moest getemporiseerd worden. En de hitte van de verontwaardiging moest eruit gehaald worden. Enzovoort, enzovoort. Bovendien heeft hij in de afgelopen jaren voortdurend een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse politiek. Nee, dat vind ik wel gek. Ja, maar dat, ja, kennelijk dat heeft met ons onderwijs te maken. Ja. Maar journalisten doen het volgens mij altijd goed. Al was de snollebollekerswinnaar natuurlijk geen journalist. Maar nee, helemaal niet. Die had de LTS-zwakstroom of wat was het ook alweer. Maar hij heeft dat heel aardig verklaard. Hij zei, ja, ik praat altijd heel veel met mijn vader over politiek en wat we op de televisie hadden gezien. En nou, kennelijk is dat een soort van educatie at home geweest, thuis geweest, die in zijn geval prima heeft gewerkt. Ja.
Nou, bovendien ook iemand met zelfvertrouwen. Hè? Ja. En ik sprak laatst Michiel Vos en die had schijnbaar ook contact gehad met hem. Na de winst van de slimste. En dan komt er echt wat op je af, schijnbaar. Met Rob Kemps. Ja, dus dan is er schijnbaar heel veel publiciteit rond zo'n persoon. En je ja, ziet het staat dat in de krant wie er gewonnen heeft. Ja, ja, zeker. Maar je ziet ook, hij zit nu in allemaal commercials van de... Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Maar goed, dat is nou weer wat anders. Ja. Hè? Vooral niet voor dat malle voetbal. Hè? Want we waren, godzijdank, waren we snel uitgevoetbald. Ja, ja. We hebben nu de Olympische Spelen natuurlijk. Is dat iets wat je met belangstelling volgt? Of gaat dat geheel aan je voorbij? Totaal niet. Ik heb één sporter... die ik met een zekere belangstelling volg, maar dat heeft eigenlijk helemaal niets te maken met de Olympische Spelen of wat dan ook. Dat is Annemiek van Vleuten. Die heeft zilver gewonnen bij de normale wegwedstrijd en die heeft bij de tijdrit heeft ze goud gewonnen. En dat komt dat ik ooit eens in zo'n uitzending van Op 1 of zoiets dergelijks naast Annemiek van Vleuten zat. En volgens mij heb ik het verhaal al 100 keer verteld, maar altijd bereid om het nog een keer te vertellen. Dat is ook naarmate je oud wordt, wordt het steeds fijner om allerlei verhalen steeds vaker te vertellen natuurlijk. Ja, ik leed natuurlijk of leid aan de bekende vooroordelen ten aanzien van sportbeoefenaren. Wat een onzin, zonde van je tijd, doe wat beters met je leven, dat werk. Dus ik dacht dat dat dan niet een al te snugge meisje zou zijn. Zag er overigens heel aantrekkelijk uit het wel. En maar ik raakte dus, dat duurde daar eeuwig en je zit er vaak al, dan moet je nog, dat is dan voorbereiding en dreunende muziek en allerlei schertsopwinning. Dus ja, we raakten eigenlijk in gesprek met elkaar en troffen elkaar. Zij woonde in Wageningen en ik ben daar opgegroeid, dus dat gaf al een band. En vervolgens bleek, want ik dacht natuurlijk, ja, wat doet ze dan in Wageningen? Daar bleek ze recent afgestudeerd in de epidemiologie. Een master's epidemiologie te hebben gedaan. Dus ik dacht, hola, dit is toch weer voor een wielrenster weer een heel ander aanbod, zal ik nou maar zeggen. En toen vroeg ik natuurlijk, god, moet je dan niet met de epidemiologie aan de slag? Nou, nee. Want ik geloof dat ze als wielrenster, ze reed toen voor een Australische ploeg. Verdien je 5 keer zoveel of 10 keer zoveel, daar wil ik maar even van afwezen. Maar in ieder geval werd je daar wel een stuk beter betaald dan met je academische titel. Wat ook een interessante observatie was, natuurlijk. En toen zei ze ook nog, ja, ik heb voor een Australische ploeg getekend. Toen heb ik mijn vriend ook maar meteen gedumpt. Nou, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. En wat was de link daartussen? Weet ik veel, dat ze kennelijk vaak in Australië moest zijn of zo. Oh ja. Of ze last had van die jongen, dat weet ik nog niet. Daar heb ik niet nagevraagd. En wat bracht jou dat gesprek jou? Je dacht van, nou, dus ik had een heel ander beeld voor dat gesprek. Het gesprek bracht mij 2 belangrijke inzichten. A, dat ik vol zit met vooroordelen ten aanzien van sporters. Er zijn sporters die, laten we zeggen, meer gebruiken dan hun knieën en hun dijen en hun spieren. Maar ook hun hoofd. Dat vond ik opmerkelijk. En eigenlijk vond ik dat ik een beetje ontmaskerd was. Dat ik haar totaal verkeerd had ingeschat. En als je dan met zo iemand in gesprek raakt, nou ja. En vandaar dat ik tegenwoordig altijd enorm blij ben als Annemiek van Vleuten wat heeft gewonnen. Denk altijd zo. Hè? Ben ik ook een beetje op mijn nummer gezet eigenlijk. En zij vindt het ongetwijfeld leuk om te winnen. Oh, interessant en zo. Volgens mij is ze 8 of 39 dat je in die dameswielrennerij hebt. Dat je daar kennelijk op relatief man wielrenner van 39 nou. Dat is echt, dan is het wel goed gebeurd hoor. Dan kun je nog met de lokale omloop nog een keer meerijden. Maar voor de rest is het niet veel. Dit zijn lui die topprestaties leveren. Ja, en dan vaak daarna, als die carrière voorbij is, dan gaan ze dus met die studies aan de slag. Hè? Ja, ik neem aan dat ze dan iets met de epidemiologie gaat doen. Nou ja, ik heb verder geen idee. Maar dan wordt ze denk ik de collega van Marion Koopmans. Ik heb geen flauw idee. Ja. Maar goed. Epke doet geneeskunde, of heeft geneeskunde gedaan. Ja, vond ik ook een alleraardigste jongen. Ja, daar heb ik nog samen mee gesproken. Ja. Nou is het zo dat de Norbert Elias, die Duits-Britse socioloog, die heeft altijd gezegd, ja, dat sport is een soort van oorlogsvoering. Hè? Het is een soort van geciviliseerde uitlaatklep voor mensen. Dus oorlog, ja, maar zonder wapens. Elke competitie is dat natuurlijk, hè. Ja, je kunt ook elke competitie sport noemen, of je nou schaakt, of dat je wielrent, of dat je op die dwergfietsjes fietst, dat maakt allemaal niet zo verschrikkelijk veel uit.
En het is ook in die zin natuurlijk oorlog dat elke krant, zelfs hele fatsoenlijke normale kranten, hebben dan zo'n kadertje van hoeveel medailles er al zijn gewonnen en waar wij staan als Nederland met de medailles. En dan kun je natuurlijk nog een berekening per hoofd van de bevolking maken. Ja, dat die Chinezen meer medailles winnen, dat begrijp je ook wel. Ja, daar zijn er 1300 miljoen van en wij zijn met z'n 17 miljoen. Ja, ik moet zeggen, dat laat me echt volstrekt Siberisch. Zouden wij deze keer geen enkele medaille hebben gewonnen, zou ik het jammer hebben gevonden van Annemiek van Vleuten, maar voor de rest kan het me werkelijk geen klap schelen. 0,0. Ja. Maar je zag het tijdens de lockdown wel, toen we een hele tijd niet konden sporten. Je merkte toch dat het, los ook van alle andere dingen die er aan de hand waren, maar mensen misten die uitlaatklep. Is het zo dat ze het geschreeuw bij het voetballen en dat soort ja, dingen? Nou ja, misschien dat wij dat niet meteen hebben gemerkt in onze omgeving, want ik ben ook niet zo'n sporter, maar dat hoorde ik wel van mensen. Ja, we kunnen niet meer naar de sportschool, we kunnen niet meer op het veld staan, we kunnen nou, niet meer... Nou, daar heb ik... Dat is dan misschien een allerlei typisch geklaag van het afgelopen jaar. Want het Wilhelminapark kan je rustig beschouwen als de grootste gymnastiekzaal van Nederland. Hè? Wat gebeurt er dan? Dan is het avond in, avond uit, zijn er gymnastiekgroepjes actief. Van alles en nog wat, bejaarden... Alles, zwangere vrouwen, vrouwen van middelbare leeftijd die een bokscursus volgen, dat is ongelooflijk werkelijk. Een hele leuke tip voor een courant. Ga al die lui eens interviewen waarom ze daar zo gek doen de hele avond in het park. Ik ben al dolblij dat ik alleen maar hoef te wandelen. Sterker nog, het is er zo druk dat ik, het park is natuurlijk mijn geliefde wandelingslocatie, dat ik het park vermijd op zondag. Oh ja? Ja, op zondagavond en dan kijk ik wel in kuit. Ja. De bonie stijgt er dus een rookkolom van 200 meter hoog uit het park op. Dat is het barbecuen. Mag dat ook alsjeblieft onmiddellijk verboden worden. Hè? Hou ermee op. Verschrikkelijk werkelijk. Maar die uitlaatklep van sport, die snap jij wel of niet? Want dat is me nou niet helemaal duidelijk. Nee, daar snap ik natuurlijk niks van. Nee. Ik heb er helemaal geen last van gehad. 0,0. Ik kijk niet naar sport op tv. Ik vind het leuk dat Annemiek van Vleuten gewonnen heeft, maar ik ga niet zitten kijken terwijl ze aan het fietsen is. Nee, precies. Maar je zou kunnen stellen van, stel dat er geen... Bovendien, bij mijn weten is de Tour de France gewoon gereden, toch? Ja. Dat is precies zo. Dit is met name voor afgelopen jaar. Stel dat mensen nou niet zouden kunnen sporten. Verwacht je nou dat er meer geweld komt en meer opstandjes en dat soort dingen? Ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. Ja. Kijk, wij zijn een beetje... Kijk, ja, dat is een andere thematiek die wij vaak hebben aangestipt reeds. Een groot deel in een zo welvarende samenleving als de onze, waar mensen relatief weinig werken, zeker in Nederland. Hè. Wij horen tot de volken die het geringste aantal werkuren per jaar maken gemiddeld. Is er natuurlijk een enorme hoeveelheid verveling. Wat doe je in godsnaam met je tijd? Ja, ik zou zeggen, god mensen, hou u eens bezig met de topografie. Dat kunt u bij de slimste mensen aanmelden. Wie weet kunt u dat dan een keer goed doen. Maar mensen vervelen zich natuurlijk te takken. In die zin is de televisie natuurlijk een zegenrijk apparaat. Zeker met die moderne streamingsmogelijkheden natuurlijk. Want dan hoeven ze zich niet... TV kijken is ook een vorm van verveling. Ja, dat is natuurlijk allemaal... Deftige praatjes van mij. Ik hou meer van lezen dan van tv kijken. Dus ja, ik vind tv kijken eigenlijk, dat doen we tot de minimum beperken. Ik zou zeggen, kijkt u vooral naar de slimste mensen. En hier komen de verrossums, dan bent u eigenlijk qua klaar. Bovendien hele leuke, leerzame programma's. Dus doe er wat aan. Ja. Heb je nog meegekregen dat de koning vanuit Griekenland is teruggevlogen om met een zwaard de openingshandeling in Scheveningen te verrichten? Dat heb ik niet begrepen, met een zwaard? Ja, dat is in Scheveningen. Ze kunnen natuurlijk tot Holland Heineken House, kunnen ze niet in Tokio vanwege COVID. Oh, dat is nu hier. Dus in Scheveningen hebben ze dat gewoon. En daar hebben ze, dat moest dus geopend worden. En de koning, die was in Griekenland, maar die kwam toch nog even terug om met een soort van samurai zwaard een lintje. Nou, ik moet zeggen, dat vind ik echt zonde van het geld, eerlijk gezegd. 40.000 euro ruim kostte dat. Ja, maar waarom niet Jan van Zaan? Dat is de burgemeester van Den Haag. Een hele kordate man. Die kan dat zwaard ook wel doen. Ja. En ik begreep dat hij dus ook nog net voor zijn vakantie met die helikopter toen naar Limburg is gevlogen. Om daar even met zijn laarzen in te laten. Ja, dat scheelt natuurlijk ook voor als je onder water bent gelopen. Dat scheelt zo enorm. Als de soeverein verschijnt, dan heb je een heel ander gevoel erbij ook. En dan wordt, het is net alsof je geest al droog is. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom het bezoek van hoogwaardigheidsbekleders het leed minder maakt. Hè? Ja. Nou goed, dus ik hoef jou niet te vragen hoeveel medailles we krijgen. Want, ik heb geen idee. Nee. Ik
Ik weet niet, doet Annemiek van Vleuten nog een wedstrijdje of nee, is het klaar? Ik weet het niet. Ja, het is allemaal in de nacht ook, hè? Je moet in de nacht wakker blijven om dat allemaal te zien. Dat was nog wel het allersterkste. Ik zag een stukje dat je inderdaad heel vroeg op moest staan. Wat ik natuurlijk sowieso nooit doe. Want dan kon je meemaken hoe wij 3 maal een medaille zouden winnen bij het damesfietsen, toch? Ja. Namelijk goud, zilver en brons. En toen bleek een Oostenrijkse amateur. Ja. Die bleek te vinden dat het niet hard genoeg ging. Dus die was ontsnapt. En die was zo geweldig ontsnapt dat iedereen vergeten was dat ze ontsnapt was. Ja. En toen kreeg ze goud. Maar goed, heeft Annemiek van Vleuten toch nog zilver gewonnen. Ja, het ging een beetje mis, maar we zijn nu wat beter in vorm. Het is heel fijn, ja. Even kijken, we hebben natuurlijk het hoofdonderwerp de Tweede Wereldoorlog, waar we zo mee over... Ja, daar moeten we nu wel iets aan gaan doen natuurlijk. Ja, ik heb nog even 1 vraag, want dat kwam meerdere keren binnen. Het boek van, even kijken hoe hij heet, David Jais. Het is een Franse schrijver. Trage Democratie heet dat boek. Mm-hmm. Slow Democracy. Thomas Buijs heeft in de Telegram groep daar een fotootje van gezet. In de NRC wordt het een intelligent en hoopgevend boek genoemd door Caroline de Gruyter. Het gaat er eigenlijk over dat de middenklasse het niet meer pikt dat de winsten van onze samenleving alleen maar naar de rijksten toe gaan. En die burgers die komen nu in opstand, want ze willen meer sociale gelijkheid, rechtvaardigheid en veiligheid. En ze vinden geen gehoor bij hun regering. En die schrijver, die Jais, dat is een Franse man, 31, heeft politicologie gestudeerd en is een hoge ambtenaar bij de inspectie van financiën daar. Die zegt eigenlijk van ja, we moeten ons lot weer zelf in eigen handen nemen, altijd populair om te zeggen. Terugkeren naar de kwalitatieve en de nationale democratie en de globalisering vertragen. In Frankrijk een enorme bestseller en al maanden het gesprek van de dag in Frankrijk. En Thomas Buijsen die zegt, kent Maarten dit boek en wat vindt hij van de opvattingen van deze meneer? Nee, ik ken het boek niet. Sterker nog, ik had er nooit van gehoord. Wat die man schrijft is nogal voor de hand liggend. Ja, de middenklasse wil altijd graag veiligheid en een behoorlijk inkomen. En niet al te grote ongelijkheid. Ja, het is een beetje alsof je in een huis binnengaat waar alle deuren al openstaan. En dan ga jij nog eens een keer al die deuren iets verder open doen. Dat doet deze man. Dat lijkt mij een betrekkelijk zinloze operatie. Want je kunt je veel beter afvragen wat de mechanieken zijn achter met name... Ten aanzien van de inkomensverdeling gaat het nog wel in veel westerse landen, zeker de kleine West-Europese landen. Maar het gaat natuurlijk in feite om het vermogensverdeling. En die is zo scheef. En daar zijn zoveel processen gaande die in feite de rijken alsmaar rijker maken. En laten we zeggen ook ervoor gezorgd hebben dat de middenklasse grotendeels stilstaat. Dat je moet afvragen, moeten we daar niet iets aan doen? Maar ja, dan moeten de... Sorry, kiezers. En hartstikke fijn wat die man zegt. Wat een geleerd boek. Laat ze het vooral allemaal lezen. Maar u stemt nu al eeuwig op de VVD als de grootste partij. Dan moet u niet zeiken. Niet waar dat de ongelijkheid in Nederland toeneemt of zou kunnen toenemen. Ja, dat is een partij waarin bij de ongelijkheid de feiten in de basisprincipes geschreven is. En bovendien is dit een probleem wat natuurlijk wereldwijd is. He, want dat zie je altijd natuurlijk, dat de extreemrijke elite functioneert gewoon als een mondiale elite. Dat is een mondiale elite. En daaronder hangt de middenklasse, is altijd een lokale middenklasse. Dus ja, ik zou zeggen, de vlag uit, maar je kunt niet zeggen dat het iets nieuws is, toch? Of zie ik dat verkeerd? Het is niet een boek wat jij zou gaan lezen. Nee, zeker niet. Nee. Terwijl NRC natuurlijk is wel, als daar, dat is natuurlijk wel jouw krant. Maar het is niet zo dat alle boeken die daar... Dat is een keurige krant, ja, maar die heeft ook geloof ik een kadertje met die medailles. Dus je ziet dat die ook toegeeft aan het gezoen des volks en vrienden. Ja. Winnen we wel genoeg medailles? En vooral winnen we meer medailles dan de Belgen. Ja, dat haalt ze de koekoek. Want er zijn 7 miljoen meer mensen in Nederland dan in België dus. Ja. Of 6 miljoen in ieder geval. Ja. Ja. Oké, even kijken, hebben we nog iets qua... Oh ja, Johan Derksen is bedreigd, maar het OM heeft geen middelen en ook geen mankracht om hem te beveiligen. Dan hoop ik dat hij... ik weet niet hoe die bedreigd is, dat is natuurlijk de vraag altijd. Is die bedreigd op de sociale media? Dat wilde hij niet zeggen, maar John de Mol heeft het nu voor hem geregeld. Oh. Dreigers zijn geen doeners, leert het onderzoek. Die dreigers, je weet net hoe het op het internet is. Daar is echt zo'n beetje alle Nederlanders die wel eens op televisie zijn verschenen, zijn daar doodverklaard. Of moeten dood, of zo spoedig mogelijk,
of verzopen worden of weet ik wat ermee moet gebeuren. Ja, wat mij betreft stoppen ze gewoon de sociale media. Maar ja, dan zit je weer met de vrije meningsuiting. Ja. Maar het OM heeft hem gebeld. Derksen heeft gezegd, u wordt bedreigd. En het is serieus. Maar we hebben geen beveiligers om... Dan hadden ze beter niet kunnen bellen. Ja, want dan zit je als met zorgen te maken, terwijl er toch geen flikker aan gedaan kan worden. Ja. Ja, hij was nogal boos omdat nu die jongens in Spanje, met dat incident met die jongen die daar... Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal, heb ik begrepen. Ja. Omdat nu ineens op de sociale media was het gerucht, de ronde, dat de officier die zich hier met die zaken bezig gaat houden, dat hij eigenlijk de moeder was van een van die jongens die dat gedaan hadden. Wat voor zover ik weet totaal niet het geval is. Maar ja, je weet, ik heb langzamerhand ervaring met de beschuldigingen die je plotseling massaal kunnen treffen op het internet. Ja, dat is vaak toch vrij komisch. Is heel tragisch dit. En de OM heeft er ook tegen geprotesteerd. En zo. Maar ja, ik zeg het dan nogmaals een keertje. Een groot deel van de gebruikers, zeker van Twitter en Facebook, is niet goed snik. En dat heeft verstrekkende maatschappelijke en politieke en zelfs mondiaal politieke gevolgen. Dus pak het aan. Reguleer het. Maar wat kan er gebeuren dan? Nou ja, wat hebben we gezien wat er gebeurt? Via Facebook worden de gekste dingen bepleit natuurlijk. Je hebt in Nederland nu ook QAnon mensen waar was het ook weer, bodegraven op kindergrafjes een bloemetje gaan leggen, omdat die kinderen om het even zijn gekomen bij satanische praktijken. Ja, het is ook nog besmettelijk. Waanzin is enorm besmettelijk. Vooral bij mensen die onzeker zijn, niet na kunnen denken, nooit een boek hebben gelezen. Lees eens wat, hè. En dan liever niet over QAnon. Dus ja, nogmaals, de sociale media zijn een uitnodiging, niet waar, voor de propagandering van waanzin. Ja, en ondertussen maken die big tech bedrijven grote winsten, hè? Dat was ook weer in het nieuws. Ja, maar die hebben natuurlijk een heel fijn verdienmodel georganiseerd, namelijk dat je dus daarbij reclame doet. Sommigen hebben zelf de winst verdubbeld. Dat was vandaag... Ja. Nou, ik ben er ook erg voor. Trouwens, dat doet in Amerika natuurlijk niemand ene zak aan. Maar hoewel, wat heeft laatst Biden gezegd? Dat dit soort van praktijken ook tot doden kunnen leiden. En we zullen het zo heel even over Amerika hebben. Dat is toch wel een interessant gegeven. Omdat daar extra veel mensen doodgaan als gevolg van politieke oorzaken. In Europa wordt big tech redelijk aangepakt, regelmatig beboet. En daar is nu ook wetgeving natuurlijk in de maak om paal en perk te stellen aan deze organisaties. De macht in te perken. Dat is natuurlijk ook nog het grotere probleem, dat je die firma's die allemaal mondiaal opereren, dat je die wel belasting moet laten betalen. Zij schuiven gewoon met de stukken, zodat ze altijd ergens zijn waar je geen belasting hoeft te betalen. Ierland of zo, Nederland, allerlei mogelijkheden. En kortom, dat moet aan. Precies, dat moet kijk, eigenlijk. Kijk, boeken met prachtige voornemens, daar hebben we geen zakken aan. Waar je iets aan hebt, is organisatie. Ja, ik ben nou toevallig te oud en te lui om mij daar druk over te maken. Maar dat zou die Fransman wel kunnen doen. Niets is zo moeilijk als samenlevingen fundamenteel veranderen in positieve zin. Dat is heel erg lastig. Ja, maak je ook niet blij dat allemaal 1, 2, 3 gaat gebeuren. Denk aan de Civil Rights Movement. Dat zag er allemaal toch geweldig veelbelovend uit. En nou ja, een deel van de zwarte bevolking, niet waar, heeft sinds die tijd een redelijk middenklasse leven kunnen ontwikkelen. Maar een groot deel helemaal niet. Hmm. Met alle gevolgen van dien. Dat is nog steeds onderdrukt op een betrekkelijk gruwelijke manier. Ja, de vraag is ook, bestaat een ideale samenleving? Nou, de ideale samenleving voor zover die bestaat. Je moet je afvragen, wat zijn op dit moment in de wereld de meest ideale samenlevingen? Je moet je niet afvragen wat in het paradijs, hoe het in het paradijs is geregeld. Hè? Bovendien hoef je maar een appel van de boom te vreten en dan word je eruit gegooid door een engel met een vurig zwaard, heb ik begrepen. Nou ja. Daarbij dus, het is nou toevallig dat ik niet zo'n appelplukker en eter ben, maar ik vind dat ook een hele rare zaak, eerlijk gezegd. Dus paradijs, daar moeten we geen rekening mee houden. Bovendien, paradijs, je weet dat er in de vorige eeuw meerdere pogingen zijn om een paradijselijke samenleving in te richten. Die hebben onveranderlijk de meest gruwelijke gevolgen gehad. We hebben nog steeds een heel interessant demonstratiegeval van een paradijselijke samenleving. Waar de arbeider, de werkende mens centraal staat. Noord-Korea, geweldig, wat een land.
Ik vind ook dat het een soort openluchtmuseum moet zijn van de wens om paradijselijke samenlevingen in te richten. Doe het niet. Er moet ook altijd rafelrandjes zijn. Hè? Wat maakt grote steden interessante rafelrandjes? Hè? Kans dat er in Apeldoorn iets interessants gebeurt, die is 0,0. Ja goed, als je daar een behoefte aan hebt, ga in Apeldoorn wonen. Mm. Maar dus de kleine West-Europese samenleving, dat is een beetje het mooiste wat de mensheid heeft weten te realiseren. En wat bedoel je met en klein? We weten allemaal dat daar ook nog heel veel mis is. Wat ik daarmee bedoel? Nou, neem bijvoorbeeld Denemarken. Ongelooflijk vervelend, pretentieus klotenlandje. Waar ze met name migranten op een hele treurige wijze behandelen. Die zou een voorbeeld aan Zweden moeten nemen. Maar dat is de kleine verzerf. Finland, Denemarken, Nederland, dat soort landen. Daar is de boel relatief gezien. Ook in Nederland is hartstikke veel fout, zoals wij zelf weten. Hè. Maar vergelijkenderwijs is het wel duidelijk dat je beter in Nederland kunt leven dan in Rwanda. Of in Boven Volta, of in Bangladesh. Hè, sterker nog, als je de betrokkenen zou laten kiezen. Sterker nog, voor zover ze dat kunnen, kiezen ze ook graag voor. Ja, dat zijn altijd talloze mensen op weg naar West-Europa. En niet zomaar. Dat betekent dat die een stuk beter is dan elders. Ja. Je wilde nog iets over Amerika zeggen. Ja, daar zie je nu een interessant verschijnsel. Amerika had eigenlijk een voorsprong genomen op het punt van vaccinatie. Die zijn ze ondertussen totaal kwijt. Als je nu kijkt naar waar de meeste mensen gevaccineerd zijn, dan zijn het weer de kleine West-Europese landen grotendeels. Kijk maar naar het lijstje. Wij doen het als Nederland nu niet slecht, dat moet gezegd zijn. Denemarken stond geloof ik bovenaan. Maar Amerika worstelt met een heel interessant probleem, namelijk dat een deel van Amerika niet of laag gevaccineerd is. En dat zijn zoals gewoonlijk weer de rode staten. Met name de zuidelijke rode staten. En dat heeft een politieke achtergrond, dat je bent als een serieuze republikein wens je niet gevaccineerd te worden. Want de grote Messias heeft gezegd dat het beter niet meer verstandig is om je niet te laten vaccineren. Dat hij zich een dag intensief heeft laten behandelen voor COVID in het ziekenhuis, dat vertelt hij er even niet bij. Het is wel waar dat ook Latino's en de zwarte bevolking, dat die relatief weinig gevaccineerd zijn. Wat dat is, wantrouwen tegen de overheid enzovoort. Maar het probleem in Amerika is voornamelijk niet gevaccineerden. Biden heeft wel gezegd $100 nu, hè? Nu krijg je $100, ja. Dus ik hoop dat iets helpt. Want ja, niet gevaccineerden die de Delta variant krijgen, die zijn in de aap gelogeerd. Ja. Als je oud bent en dik en een man, dan ga je zeker dood. Ja. Dus je zegt eigenlijk de achtergrond van die mensen... Is politiek. Precies, ja. Maar is voor Biden wel een uitdaging? Dat is het zeker, hoewel hij het verder niet slecht doet. Nee, hij zit nu in zijn buitenverblijf, hè? In Delaware. Oh, hij is naar huis gegaan. Volgens mij is hij... De president heeft ook een eigen buitenverblijf. Camp David. Het zijn een beetje lullige hutjes wat ik er zo van gezien heb. Maar het is wel, dat is daar in die Appalachen. Daar kun je zo heen met de helikopter. Ja, maar ik las een stuk dat Marine One. Precies, maar volgens mij zit hij nu in dat... Ja, dan is hij naar Delaware. Nou, daar is hij natuurlijk altijd senator voor geweest. Dus, ja. En dat misschien is heeft hij dan ook een buitenhuisje, wie zal het zeggen. Voor 2,2 miljoen hebben ze daar een soort van buitenhuis gekocht. Oh ja, kijk. Wie het breed heeft. Maar dat is waar hij daar zit, want dat is op zich een republikeins gebied. Maar waar hij dan zit, is toch nog wel redelijk democratisch, Delaware toch? Delaware is volgens mij gewoon een democratische staat. Hmm. Er zal wel een lokale official worden gekozen door de Republikeinen, maar dat is in principe een democratische staat. Ja, ja, ja. Zoals in feite het hele oosten, noordoosten democratisch is natuurlijk. Ja. Kijk, overal waar Amerika min of meer normaal is en modern, is het democratisch. En daar waar dat niet zo is, is het niet democratisch. Juist, ja. Hij noemt het Witte Huis ook een gouden kooi, heb ik begrepen, Biden. Ah, ja. Ik vond het altijd wel een leuk huis om in te wonen. Trouwens, zij wonen helemaal boven. Hè? Een soort van bovenverdieping, zou ik maar zeggen. En bij mijn weten is dat een vrij comfortabele zaak. Bovendien word je bewaakt. Het zou misschien iets voor Johan zijn om tijdelijk in te trekken. En dan weet je, word je in ieder geval goed bewaakt. In het Witte Huis, ja. Nou ja, hij houdt wel van Amerika. Dus... Ja, daarom. Wie weet, hij moet Biden even bellen. De Tweede Wereldoorlog. Ja, daar moeten we nu toch wel iets over zeggen. Ja, hoe wil je het gaan indelen qua structuur? Nou, dan ga ik nu uitleggen hoe ik het ga indelen qua structuur.
Kijk eens, de basisstructuur van dat verhaal, die moet natuurlijk chronologisch verteld worden. Want het is een, zoals alle echte historische verhalen, zit het chronologisch in elkaar. Maar we kunnen wel wat onderafdelingen definiëren. En wat we ook kunnen doen, is natuurlijk een paar vragen stellen over de materie voordat we aan het verhaal zelf beginnen. Dus dat wou ik ook maar doen in dit geval. Ja, weet, bij alle oorlogen is altijd een primaire vraag, wie zijn schuld is het? Ja. Hoe komt het? Ja. Als je nou naar de Eerste Wereldoorlog kijkt natuurlijk, dat is een debat wat in feite nog steeds gaande is van wie dat nou gedaan heeft, of dat het aan het systeem lag, of aan de Duitse spoorboekjes, of aan de Duitsers alleen, of dat dat ontzettend stom was van die Oostenrijk-Hongaren. Kortom, dat is een eindeloos lopende discussie. Die hebben we over de Tweede Wereldoorlog helemaal niet. We weten wie het gedaan heeft. En dat is natuurlijk Nazi-Duitsland. En Nazi-Duitsland is Adolf Hitler. En zonder Hitler bestond eigenlijk Nazi-Duitsland niet. Het was een ware messias, niet waar, een verlosser, om het zo maar te zeggen, van de Duitse natie. Dus ja, het is allemaal de schuld van Hitler. Daarmee hebben we al één belangrijke vraag, die hebben we beslissend beantwoord. Ongetwijfeld zal iemand een vraag insturen of het eigenlijk niet lag aan de koning van Albanië. Daar heeft hij een heel leuk boek over gelezen, ongetwijfeld, maar we houden het voorlopig op Adolf Hitler. Nou, dan kunnen we de vraag stellen. Iedereen weet dat de Duitsers verloren hebben en vrij beslissend verloren hebben. Waar ze relatief weinig last van hebben gehad, behalve dat hun land natuurlijk in tweeën gedeeld is na de Tweede Wereldoorlog. De omstandigheden, daar komen we misschien veel later over te spreken. Ja, de vraag is eigenlijk, had Duitsland kunnen winnen? Daar moest ik even op komen. Had Duitsland kunnen winnen? Want we gaan er altijd vanzelfsprekend vanuit dat het gaat verliezen. Je begint ook aan zijn verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Nou, je weet het. Eén grote gruwelijke ellende. En tientallen miljoenen mensen om het leven gekomen voor hun tijd. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar je weet altijd, het loopt goed af. Want de Duitsers hebben verloren. En de good guys hebben gewonnen. De bad guys hebben verloren. Dus de vraag is heel interessant. Hadden ze kunnen winnen? Als ze het iets verstandiger hadden aangepakt als ze in nu hebben gedaan. Want we zullen zien dat Hitler vaak de zaken helemaal niet bijster verstandig heeft aangepakt. Ongelukkigerwijs beschikte hij zeker aan het begin van de oorlog over het beste leger ter wereld. Daar zullen we ook nog over te spreken komen. Maar het is een interessante vraag. Was er een kans? Is er ooit een window of opportunity geweest voor de Duitsers om het conflict in hun voordeel te beslissen? Bovendien is het natuurlijk de uitslag van de Tweede Wereldoorlog, die is van fundamentele betekenis geweest voor de machtsverhoudingen na de Tweede Wereldoorlog, want zeg maar rustig tot 89, tot Gorbachev besloot om in feite het Sovjet-imperium in Oost-Europa op te geven, overigens naar mijn idee strategisch geheel terecht gedacht, dus ja, had er eigenlijk niks aan, het kost alleen maar een hoop geld en narigheid. Die hele tijd natuurlijk, de Koude Oorlog is een product van de Tweede Wereldoorlog. Zo je wilt. Ik had nog eens een studenten. En het ging een tentamen was. Het ging over de Koude Oorlog. En ik dacht lollig bij hen meteen met de vraag. Wie is de schuld van de Koude Oorlog? Wie heeft dat nou gedaan? En de bedoeling was natuurlijk dat ze een ingewikkeld verhaal vertelden. Amerikanen en Russen. Die begrepen elkaar niet. En die Russen waren ook bad guys. En nou ja, kortom. Dat het geleidelijk aan in een reeks van misverstanden en ambities die botsten tot de Koude Oorlog was gekomen. En toen zei ze na enig nadenken, zei ze, de schuld van de Koude Oorlog is Adolf Hitler. Dus toen was ik weer enigszins, ja, ik werd licht met stomheid geslagen. Ik zei, ja, u heeft groot gelijk, u heeft een 10. Dus we hebben de dame ook meteen afgesloten. Ja, ik vond het zo origineel en aardig, denk ik. Dit dient beloond te worden. Zelf nagedacht. Hè? Ja, dat is altijd een enorme winst. Dat moeten we dus allemaal uitzien te vinden hoe het daarmee zit. Behalve dan de eerste vraag, want dan weten we al hoe het zit. En dan is natuurlijk het dilemma van alle historici. Waar begin je met, ja, met de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog? Dat is natuurlijk een heel lastig vraagstuk, want je zult altijd zien als je iets gaat beschrijven, een historische gebeurtenis, dat je eens denkt, ja, wacht nog even, maar zonder dit of dat was het niet gebeurd. Maar dat betekent vaak dat je al meteen in het verleden weer verder af moet dalen. En mijn ervaring is dat je, hoe langer je eraan werkt, hoe meer je gaat elk jaar 5 jaar terug eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus ja, daar moet je wel iets over zeggen. Dus laten we daar
in heel algemene zin maar eens iets over zeggen. Zonder Eerste Wereldoorlog geen Tweede Wereldoorlog. Dat is een ding wat vaststaat. De Tweede Wereldoorlog is toch in allerlei opzichten gewoon hoofdstuk 2 van een dramatische geschiedenis. En zeker Hitler dacht puur in termen van Wereldoorlog 1 en het feit dat hij vond dat Duitsland toen onterecht had verloren. Hij wist ook wie daar de schuld van was, zoals we zullen zien. Wacht even, waar zijn we nu gebleven? Ja, zie ik steeds, denk ik aan iets en dan moet ik zorgen dat ik op dit terrein niet afzwaai. Ja, dus voor hem was het een revancheoorlog. Het moest nog een keer. De oorlog moest over en dan zou Duitsland winnen. Want dan zou Duitsland ervoor zorgen dat die rotzakken die het in eerste instantie verpest hadden, dat die daar niet, hun vingers niet achter zouden krijgen. Dat was het idee. Dus dat is de eerste, zonder Eerste Wereldoorlog geen Tweede Wereldoorlog. Dat staat als een paal boven water. Dan zou ik zeggen, zonder grote crisis, zonder economische crisis vanaf 1929, zou denk ik de Tweede Wereldoorlog ook niet hebben plaatsgevonden. Om de eenvoudige reden dat ik vermoed dat, kijk, die Weimarrepubliek in Duitsland, dat was natuurlijk al een beetje een wrakke boel, dat is wel zeker. En de elite moest er niets van hebben. Maar dan zou de NSDAP niet aan de macht zijn gekomen in 1933. He, want dat is door die crisis versneld zich dat politieke proces en ontevredenheid, hoge werkloosheid, alsmaar verkiezingscampagnes en tenslotte triomfeert de beste campaigner die ze hadden, dat was Adolf Hitler, want dat moet je er wel bij zeggen, het was een voortreffelijke campaigner. He, het was een voortreffelijke spreker en als voortreffelijke spreker zijn vaak voortreffelijke campaigners. He, want daar wordt natuurlijk wel bij qua spreken altijd. Je ziet altijd zo'n kort flitsje op YouTube of zo. Waar je denkt, die man is niet goed snik. Waarom is die niet door de GGD van huis gehaald? Maar dan komt het, ze moeten die hele toespraak uitzenden. Dit was de eerste aflevering van de beloofde podcast over de Tweede Wereldoorlog. Het vervolg in de volgende aflevering. En volg ons ondertussen op de socials. Maarten Podcast is onze naam op Twitter en Instagram.